We praten over een aantal staatsrechtelijke zaken. En waar een minister verplicht is om een aantal zaken voor de samenleving te doen. Overigens, we hebben brandende issues over daarover vergaderd in die samenleving. En merk dat de regering ons op zich van die binnen op alles geen goede antwoorden, volledige antwoorden geeft. Sorry. Ja. Ik heb het onder meer gehad over de Haitianen. En dan zet men ons op het verkeerde been om over de hele geschiedenis van migratie te gaan praten en al die dingen. Terwijl het punt is dat we tijdens het lockdown, laten we dat goed vaststellen, meneer Treideman, de hele samenleving, bedrijven, noem maar op, brengen zoveel offers. Ja, we gaan gebukt. Kijk hier zeker naar de gezondheidszorg, de gezondheidsmedewerkers. Waar we afgezien voor de president in het parlement gezegd heeft, het luchtruim is gesloten. En dan in een geheimzinnige sfeer worden vluchten uitgevoerd met criminele aspecten. Wordt dit gezegd, pas toen de ambassadeur van Frankrijk aan de bel trok van human trafficking, et cetera. Pas toen, onder druk van Frankrijk, is al dit soort zaken naar buiten gekomen. Ik ben een aantal dingen gevraagd. De status van de motie is dat het niet in behandeling is genomen. En het is niet in behandeling genomen omdat jullie weggingen? Nee. En, het heeft te maken met de, ook andere zaken, met de spreektijd, de hele gang van zaken. Je kan daar niet zitten. En je stelt vragen, er wordt niet eens geantwoord. Je hebt geen spreektijd. Je kan niet erop op een aantal zaken die naar voren zijn gebracht. Laat me blijven bij het onderwerp wat ik behandelde over de Haitianen. Ja, ja. De minister geeft een hele politieke draai omheen, terwijl een aantal zaken waar we duidelijk om vragen, de diplomatieke notas, de aantal vluchten. We hebben wel de aantallen van mensen gehad, maar we willen verifiëren. De passagierslijsten. Het luchtruim was voor gesloten verklaard.